Jij kan mij ieder in mijn leven uitdagen, maar doe dat dan nooit weer. Jij blijft van ons hardwerken, hebben wij hier voor gedaan, dan blijf jij met de poorten af. Jij hangt de grote meneer uit, hè? Jij bent een kinderachtig ventje. Ik voel me eerlijk gezegd belazerd. Pisslink, ja. Ik ben verdrietig. Ik kan maanden niet slapen. Het is iedere keer een stap over de grens heen. Je valt niet mee te praten met dat varken. Echt waar, het is echt, het houdt niet op. Dan laat ik mij niet afwijken door zo'n snotdeus hiernaast. In Overdinkel, midden in de weilanden, staan twee prachtige villa's met zwembad. En 3 jaar geleden komt de familie Mazeland naast de familie Leuverink wonen. En Mazeland die heeft grootse verbouwplannen. Er moest een enorme carport komen. En die wordt tegen de muur van de buren aangebouwd. De buren zijn verbijsterd, want zo is hun huis ineens geen vrijstaande villa meer. En vanaf dat moment bleek er van alles boven water te komen. Nou, dit is eigenlijk het hele probleem. Hier is ermee begonnen. De buurman zette op een gegeven moment zette die daar een schutting neer. Toen hebben we gezegd, ja, je mag er rustig een schutting neerzetten, maar je moet wel van onze muur afblijven. Ik kan niet meer bij mijn dak gooien. Ik kan mijn muren niet meer schoon laten maken. Ik kan niet meer bij mijn dak gooien. Ik kan nergens meer bij, want er komt ook nog een carport voor te staan. Je kunt niks meer reinigen. Het is, het zit dicht. De buren kunnen nu niet bij de muur. Dat is een fout wat ze in het verleden hebben gemaakt, zeg maar, met het bouwen van een woonhuis. Een woonhuis wat je vrijstaand wil maken, moet je niet op de erfscheiding zetten. Wij vinden dus nu dat wij geen vrijstaande woning meer hebben, want het is nu een geschakelde woning. Wanneer je twee woningen hebt die naast elkaar staan en de buren nu plaatsen een schutting, dan zijn ze ook niet geschakeld. Ik kan dat geen vrijstaande woning meer noemen. Hier gezien, een vrijstaande woning, dat bedoel ik meer dat ik rondom mijn huis kan. Dus dan hadden ze eigenlijk een meter of twee meter meer van de erfscheiding moeten zijn. Dan hadden ze altijd ten alle tijde bij hun muur kunnen en ook bij de goot. 2-3 keer per jaar ging ik met het emmertje om het huis, maakte ik de muren schoon. Ik had een bezem bij me. Ik vroeg altijd, mag ik even bij jullie over de grond? Ik maakte de goten schoon, ik ging alles reinigen, ik maakte de muren schoon. En dat kan nu allemaal niet meer. En dan heb ik waardevermindering van mijn huis als ik het ooit in de toekomst ga verkopen. Dat is mijn grootste probleem. Een geschakelde woning is heel wat minder waard dan een vrijstaande woning. Waarom moet hij daar per se een garage neerzetten? Waarom moet je nu van 2 vrijstaande woningen een geschakelde woning maken? En hier heb je de schelter staan, zeg maar, voor de kinderen, zodat ze leuk kunnen spelen. Dus, en dat was de functie eigenlijk van onze berging met carport. Het is eigenlijk een win-win situatie. De buren die hoeven niet tegen de rotzooi van ons te kijken, wat zij rotzooi noemen. En van de andere kant, wij beschermen hun muur op deze wijze. Ja, en waarschijnlijk denken we dat het is om ons te pesten. Omdat hij dus hier niet meer zo welkom was als in het begin. Nou, als de buren denken dat wij aan het pesten zijn, lijkt mij niet correct in deze. We hebben in het verleden, toen we net hier kwamen wonen, hebben we redelijk vaak bemoeienis gehad van de buren. Van, je mag geen brandhout op een rit pakken. De auto's die stonden of te dicht bij de muur of te verder vanaf. Ik noem het maar buurtje pesten. Er werd allemaal rotzooi tussen die beide woningen geplaatst. Ik had een hele berg netjes gestapeld en dat zag er niet uit volgens haar. Dus dat mocht absoluut niet bij haar. 10 kraten bier de lucht in. Ja, ook dat. Luiers op de straat. Het was gewoon een zootje. Ze vond het niet mooi als ze vanuit het dorp naar huis inreed, maar dan keek ze tegen een berg brandhout. Dus, en toen werd ze op een hele felle manier, waarbij dus de kleine aanwezig was. En dat vond ik niet zo heel netjes. Nee, ik wil dat gewoon niet hebben. Dat zijn wij hier niet gewend. Klaar. Hij komt over als een hele aardige jongen, maar hij is wel een type van alleen ik. Nu zij deze situatie gecreëerd hebben, willen wij nu gewoon graag voor de toekomst ook de volledige erfscheiding bepaald hebben. Zodat wij verder geen problemen meer hebben. De buren hebben een dakraam. En dat raam staat regelmatig open en ze kijken eigenlijk precies bij ons hier achter thuis. En ik wil graag dat dat geblindeerd wordt. Nou, dit is mijn droogruimte. Hier hang ik de was neer. Hier heb ik de strijktafel staan. En dit is het raam waarover gepraat wordt, dat verankerd moet worden. Ja, het is gewoon het idee. Ja, we moeten zwemmen even. Dus een beetje privacy is wel fijn. Het uitzicht wat ik heb is een rieten dak. En ik zie helemaal geen... Mensen, ja, dan moet ik helemaal misschien
op een stoel staan of zo. Om bij hun in de tuin te kijken. Dit is de coniferenhaag, wat we verwijderd willen hebben of op de juridische hoogte afgekapt worden, zoals het beschreven is. Nou ja, wij willen dan graag vanaf het terras ook die kant op kunnen kijken, zodat we ook de reeën en de overige natuur kunnen bekijken. Dit hekje, dat staat ongeveer nou een centimeter of 4-5, staat dat bij hem op de scheiding. Want nou begint hij dus een beetje te zeuren en te fitten en overal over de val, terwijl hij hier al 4 jaar woont. Dan moet hij dat direct doen. Nou, de bomen die daar dicht bij de erfscheiding staan, die liggen dus op de rietenkap en die wil ik graag gesnoeid hebben of verwijderd hebben. Wij hebben er last van, dat de rietenkap die wordt daardoor flink aangetast en die zal binnen een korte jaren daardoor verrotten. Dit is een scheidingsmuur en deze overstek is van hem. Dit riet van deze schuur die staat dus over de scheiding van mijn grond. Ongeveer een centimeter of 30, 40 staat die eroverheen. En dat wil ik dus niet. Wij willen nu deze punten allemaal vastgelegd hebben, omdat deze mensen in het verleden al heel veel in de buurt al dingen hebben gedaan, zeg maar, qua juridische dingen. En daarom willen we nu ook alles vastgelegd hebben, zodat ze nooit meer naar onze kant één vingertje kunnen wijzen, zodat we gewoon kunnen genieten van onze eigen woning, onze eigen kavel. Het gaat me niet om 1 vierkante meter meer of minder. Het gaat me gewoon om wat het nu is, is het. Als hij moeilijk gaat doen, dan... Als hij moeilijk gaat doen, dan kan hij dat allemaal aanbrengen. Dan wil ik dat gewoon weg hebben. Als. Dit, weg. Wij zijn maar gewone arbeiders. En wat wij hier neer hebben gezet, daar zijn we trots op. En dan laat ik mij niet afpakken door zo'n snotneus hiernaast. Ja, ik snap gewoon niet waar zij zich druk om maken. Ik snap absoluut niet waar ze zich druk om maken. Nee. Rijdende rechten. Onze eis is dat ik bij mijn dakgoten moet kunnen komen en mijn muren moet kunnen schoonmaken. Mocht u beslissen dat hij zijn bouwwerk mag laten staan, dan eisen wij een bedrag voor de waardevermindering van de woning die nu geschakeld is en die was altijd vrijstaand. Rijdende rechter. Onze eis is... De erfscheiding van voor tot achter bepalen, de goot verwijderen, en de bomen snoeien of ook verwijderen. Helemaal uit Overdinkel. Welkom hier in Slot Zeist. Ja, ik hoor het u zeggen. Van wij zijn eenvoudige arbeiders. Wij hebben hier heel hard voor gewerkt. Nee. En dat laten we ons niet afnemen. Nee. En dat zei u met een enorme lading. Het kwam uit uw tenen. Ja, en misschien nog wel verder. Leg eens uit. Ja, als je zoveel grond om de deur in hebt. En dan ga je praten over 10 centimeter grond. Het hekje 4 centimeter op een lange afstand van 50 meter. Waar ben je dan gaan zoeken en naar het zeggen? Ja, want ik hoor jullie heel duidelijk zeggen van ja, we hebben zoveel al gedoe gehad. We willen het nu. Wat voor gedoe heb jij duidelijk gehad hebben? Met ons? Helemaal niks. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ja, dan wil ik dat wel eens weten. En wat heb ik nog meer in de buurt van gerechtelijke gezaken gehad? Met niemand. Daar, alleen die arrogantie van jullie, dat staat bij je sowieso niet aan van jou. Ja, het zal wel. Nee? Nee, ik ben bij jullie geweest met een tekening om destijds... Je bent wel vaker bij me geweest. Ja, zeker. Nee, maar je moet eens leren overleggen met andere mensen. Mag en niet even? Alleen maar zeggen van ikke. Is dit het vingertje wat je bedoelt? Bij ons in de buurt. Ja, één keer gebeurde ik waar de kleine bij was, steeds. Maar dan even weer naar het begin van die carport. Waarom moet die per se tegen de muur... van de buren aangebouwd worden. Hij staat niet helemaal strak tegen de muur aan, dus hij staat er nog los van. Maar mevrouw kan er niet langs zoals zij wil met een beetje om de muur. Maar ja, weet je, wij hebben een kaper neergezet om de fietsen en het speelgoed van de kinderen er neer te zetten en eventueel de auto eronder te zetten. We hebben een binnenwand ingezet, zodat de kinderen hun muur niet kan beschadigen. Stel dat er iets is met die muur, hoe moeten wij die dan repareren? Ja, dan hadden jullie misschien destijds ook moeten nadenken van hoe je de woning op een kavel... Waarom heb jij het dan destijds nou, zo gekocht? Nou, maar dat gekocht? Is interessant. Waarvoor heb jij dat dan zo gekocht? Je hebt gekocht? Het is niet ons probleem. Zo zien jullie het niet. Nee, want, wij hebben geen probleem met de kavel. Nee, maar ik moet bij mijn dakgoot kunnen. Wij hadden een mondelinge afspraak. Met wie? Met de eerste buurman. Dus de vorige bewoners? De vorige bewoner hadden wij een mondelinge afspraak. Als straks alles klaar is, dan... trekken wij de erfscheiding van achter van de garage helemaal recht van voor naar de straat, ja. Naar achter het Maar dat is nooit vastgelegd, want toen u het huis kocht, stond dat ergens? Dat klopt inderdaad. Stond dat ergens? Nee. Er stond alleen in de akte, er mag nooit tegen ons huis aangeboden worden. Maar dat staat in uw akte, maar kennelijk
Niet aan die van ons. Nee, maar dat is door buurman 1 niet aan hun doorgegeven. Want dan gaan we verder door de tuin bij het zwembad, want dan hebben jullie daar ook weer zo'n dak. Wat weer over hun grond. Ja, dat hebben jullie zoveel grond? Waarom gaan jullie dan op elkaar staan? Dat is door de vorige eigenaar. Ik bedoel, dat hebben wij er ook niet neergezet. En, ja. Maar jullie hebben er ook nooit een probleem van gemaakt. Nee, maar nu wel. Nu en wel. Dat is wat mevrouw ook zegt. Van, ik heb het gevoel dat ze me pesten nu. Nee, absoluut wij hebben niet. Dat in overleg gedaan met die vorige eigenaar. Jullie zeggen van, we zijn het eigenlijk een beetje zat. Ja, en dit is, we willen nu alles op scherp zetten en we willen alles wat twijfelachtig is. Ja, we willen gewoon eigen baas op eigen terrein zijn. Zijn jullie gekwetst door de buren? Ja. Voelen jullie gekwetst? Ja. Ja, want in het begin liep Gerben zich dood bij ons. Hij liep zich dood? De klaplazarus bij ons. Hij kwam smorgens. Even voor mij, want ik begrijp dat is Twents. Ja, wat betekent dat? Nou, dat hij dus heel veel bij ons was. Oh, oké. Okay. Hij was smorgens, zaterdagsmorgens om 9 uur kwam hij met 3 kindjes bij ons. Echt waar? Dan kwam hij smiddags met zijn broer, kwam hij om 2 uur was hij weer bij ons. Dat we zeiden, oh, we gaan gewoon weg, want de buurman komt zo. Nou ja, zeg. Nou ja, toen hebben wij op een gegeven moment gewoon een beetje duidelijk gemaakt dat wij wat meer op onze privacy gesteld waren. En dat heeft meneer aangevoeld. En vanaf die tijd is dus het pest begonnen. Okay, dus zo dat zien wij het. Ja, zo zien wij het niet. Nee. Ik denk dat we heel snel duidelijkheid moeten krijgen. Nou, heel graag. Over dan hoe het daar allemaal zit in Overdinkel. Ja. Want jullie wonen prachtig, werkelijk waar. En onze rijdende rechter, meester Reed, reist naar Overdinkel en wordt meteen in het diepe gegooid met zoveel eisen over en weer. Goedemiddag. Ik ga nu als eerste aan. Ja, John Reed. Hi, Monique Hulking. John Reed. Gerben Mazel. John Reed, rijdende rechter. U ken ik, meneer Van den Berg. Ja, hallo. Bouwdeskundige. U noemt zichzelf bouwpatholoog. Bouwpatholoog. Prachtig woord. Meneer Van Mentum. Dag meneer Reed. Makelaar. Dankjewel. Het kadaster, die had ik. Christian Loffenberg. Reed. Goed, we hebben ontzettend veel te doen vandaag. De kadastrale grens weer zichtbaar gemaakt. Komt u. Aan de hand van deze spijker hebben we de kadastrale grens weer bekend gemaakt. De kadastrale grens gaat van hier naar de 12 centimeter binnen het gebouw. We gaan het zo zien. Komt u maar mee. Dit is uw muur. Dit is de buiten, zeg maar de buitenmuur. Zoals de kadastrale grens toen de tijd is vastgelegd en ik zet dat opnieuw uit, kom ik op 12 centimeter binnen de hoek van de muur. De muur staat 12 centimeter over de kadastrale grens heen. Ja. Oh jee. Ja, heeft opa dat verkeerd gedaan, denk ik. Ik zie niet alleen een muur, ik zie ook een dak. Klopt. Dan ga ik de meneer met het meetlint vragen wat dat weer betekent. Nou, de dakgoot zit 75 centimeter van de muur af. 75 centimeter. Dit is gemeten vanaf de muur, want de grens komt er nog 12 bij. 87. In totaal. Over de perceelsgrens heen. Vanaf de kadastrale grens. En mag dat dak blijven zitten? Die heb ik liever dat die verwijderd wordt, zoals de originele vergunningstekening van hun is. Laat me even zien dan. Dan worden muren in theorie dus omhoog getrokken, zeg maar. Recht omhoog. Ja, en een inpand gegoord gecreëerd op eigen grond. Jij hebt dit huis gekocht. Ja. Je hebt het zo gekocht, zoals het er staat. Dan had jij voor die tijd. Had jij moeten zeggen tegen mij, die gehoord moet eraf, alles moet eraf, moet niet na 3 jaar komen. Wij hebben vanaf het begin dat wij hier zijn komen wonen, hebben wij al aangegeven dat wij in de toekomst een kapel neer wilden zetten. Je woonde een schutting naast zetten. Nou moet je niet meer mee beginnen te zeuren over 3 jaar dat je hier woont, de grote jongen uithangen van dat moet eraf en dit moet eraf, dat gaat niks af. Ik ben bij u geweest en toen heb ik een tekening willen laten zien van de erfgrens. Ja, wil ik bij daar, u heb ik nog een, daar heb ik nog wat over de tekening. De erfgrens willen we graag vast laten leggen, zodat de verjaring niet mogelijk is dat eventueel de einde van de goot naar beneden ingetrokken kan worden, dat die goot voor jullie wordt na 20 jaar. Dus prachtig, maar dan moet je niet na 3 jaar doen. Jij hebt het zo gekocht zoals het er nou staat. Jij kunt mij één keer in Millennium uitdagen, maar doe dat dan nooit weer. Jij blijft van ons hardwerkend, hebben wij hiervoor gedaan. Daar bleef jij met de poorten af. Dat kan ik jou nou wel in op een briefje vertellen. Ja. Want wat jij doet, jij hangt hier een beetje de grote meneer uit. Helemaal. Jij bent een kinderachtig ventje. Genoeg.
Ik wil naar de achterkant, want ik hoor over 5 centimeter. Maar dan moet er nog een raam boven moeten bij. Oh, dit is de plek van het raam? Is dit de plek van het raam? Die moet vergrendeld worden. Ja. Is dit het raam waar het over gaat? Ik kijk uit op onze zwemvijver en volgens mij is die binnen de juridische grenzen wat mag. En dan wil ik hem graag geblindeerd hebben. Ik wil even naar boven uit het raam kijken in verband met de privacy. Prima. Ja? Ja, dan ben ik nog zoveel blakken hier zo. Ik zal goed mijn schoenen vegen. Dit is het gedeelte waar meneer Maaseland problemen mee heeft met dit dakraam. Nee, meneer Maaseland. Jazeker. Komt u eens even kijken. Ja. En hier kijk ik precies op de zwembeven. Ja, vooral als wij gaan douchen. Dan lopen we daarin, zeg maar. Dat is het. Douchen? Ja, we zwemmen en dan loop je naar de douche toe. Waar is de douche? Achter in huis, achter in de tuin. Achter in de tuin? Ja, dus als je daar bij het trapje, ga je eruit, zeg maar. Dat ziet u daar, dit zwembeven? Ja, ik zie het. Nou, en dan kun je ons verlopen. Staat u hier te kijken als ze zwemmen? Ziet u dat meneer Maaseland op de tenen staat? Ja, ze moeten wel op hun tenen gaan staan, volgens mij. Hier wordt alleen maar de was gedroogd. Hier wordt de was gedroogd en het raam staat dan wel eens open. Ja, maar gewoon wat juridisch en voorgeschreven is, dan wens ik graag. Nou, laat ik in ieder geval constateren dat het mogelijk is om vanuit dit raam een deel van de zwemvijver te zien. Ja? Ja. U heeft het goed voor elkaar hoor, allemaal. Ik denk dat de daken wat gaan. Ik zal heel voorzichtig lopen. Kijk, het gaat dus over deze muur. Die kap die gaat over mijn eigen vrijding. De dak hoort idem. En die wil ik er dus af hebben. Als dat voor doorgaat, dan gaat dit er ook af. Met die dakgrootte? Ja. Voor wat hoort wat? Ja. Daar waar die boom dus zit, dan kreeg je dan een ingevallen kap, zeg maar, met rietenkap. Rietenkap moet zondig hebben, anders gaat die verrotten. Oh ja. Dus je kunt daar wel zien dat die al hol wordt, doordat die boom het dak belemmert. Maar onder een rietenkap mag je ook geen grootboom. Nou, maar dan krijgt hij ook geen zuurstof. De opdracht heb u zelf gegeven. Ik heb helemaal geen opdracht gegeven. Ik heb uw aannemer gesproken. Nee, maar dan komt Berning, die zat daar met zijn afwatering om mee grond en daar wil ik niet in. Nee, maar u heeft. En die bom die heb ik er neergezet uit veiligheid. Als die open haar dan is en hij sput het, dan kan dat vuur kan op deze kap vallen. Daarvoor heb ik die bom. Dat had een beetje ding houdt. Maar als ik dit kapot krijg, dan is er ook niemand zeggen van dat heb ik gedaan. Dank u wel. Ik weet genoeg. We zien elkaar straks op de hoorzitting. Okay. Ja, het conflict is het gesprek van de dag in Overdinkel. Maar voor de camera blijft iedereen keurig. Zelfs de burgemeester. Wij kennen hier het woord nabuurschap. Is dat je goed met je buren omgaat. Nabuurschap, om het in Nederlands te vertalen. Dus deze streek staat juist bekend om dat je heel veel aan je buren hebt, hè? Dat men goed met elkaar omgaat. En daarom zie je ook op het moment dat er onduidelijkheid is, dat oh ja, soms wel behoorlijk diep kan gaan. Gerben en Monique zijn helemaal geen ruziezoekende mensen. Eigenlijk alles is bespreekbaar. Je kunt bij hen heel makkelijk over de vloer komen. Gerben en Monique zijn wel makkelijke mensen in mijn ogen. Je kunt vaak alles wel met ze bespreken. Ik denk niet dat hij iemand wil kwetsen, maar ik zou liever zeggen. Het is geen ruziemaker. Je zal er niet snel ruzie mee krijgen. Het zijn, ja, als ik het zo begrijp vanuit mijn zus en mijn zwager hoe ze het ervaren, dan zijn het niet de makkelijkste mensen, ik het zo zeggen. Ik heb ook het idee dat hij denkt van ik woon hier langer, dus misschien heb ik wat meer rechten dan hun. En ja, het generatieverschil, het generatiekloof misschien ook wel wat daarin meespeelt. Ik vind het allemaal een beetje jammer, eerlijk gezegd. Ik denk dat persoonlijk tussen hun zal er geen winnaars zijn. Je hebt alleen maar verliezers, denk ik. Ja, Gerben had eigenlijk achteraf gewoon liever uit willen spreken. Gewoon onder elkaar. Ja. Ja, de burgemeester zegt ja, het is de kunst, hè? Een goed nabuurschap. Ja. Nou viel het me op dat er vooral mensen van jullie waren die wat wilden zeggen. Wij doen dat allemaal met benen. Sorry? We hebben verder geen familie. Ik heb één zus. Oh, oké. Okay. En verder, haar dochters die zijn niet zo nou dan moet ik even op tv, daar hebben ze geen belang bij. Okay. Dat willen ze niet. Dat willen ze niet, nee. Ja, en dan nu voor de thuisrechters. De stelling, de overhangende dakgrootte van beide partijen, die moeten eraf. En de kijkers die meespelen op het tweede scherm, die denken er zo over. Dat ziet u hieronder in beeld. Ja, en deze zaak maakt in het hele dorp wat los. En Overdinkel kwam werkelijk waar massaal naar de hoorzitting. En ook de burgemeester kon er geen genoeg van krijgen. Welkom in Losser. Goed dat u in zulke grote getalen bent opgekomen. Ik heb begrepen dat ik niet de enige edelachtbare ben in deze zaal vanmiddag. En dat zelfs de burgemeester ons
met zijn aanwezigheid vereerd. Aan de orde is de zaak Leuvrink-Mazeland. Ik heb een aantal deskundigen meegenomen vandaag. Er speelden zoveel zaken dat ik het kadaster heb meegenomen. Ik heb een bouwpatholoog meegenomen en ik heb een makelaar meegenomen. Het probleem is, de makelaar heeft ook hele belangrijke afspraken. En daarom wilde ik u als eerste het woord geven. Houdt het huis zijn waarde, nu deze garage/carport er min of meer tegenaan is gebouwd? Wij zien het als een vrijstaand huis met de beperking dat je niet over eigen grond in de achtertuin kunt komen aan de rechterkant. Het aanbouwen van de carport heeft die beperking niet verergerd, verslechterd of wel verminderd. Dus in mijn optiek is het huis daardoor niet in waarde gedaald. Dat is mooi. Lucht dat u op? Het zal zo zijn, maar of het oplucht, nee. Ik moet het nog eerst zien. Hoe gaat u dat zien? Nou ja, stel dat het wordt getaxeerd, dan vraag ik mij af waar het dan nu op wordt getaxeerd. Kunt u dit nu nog als vrijstaande villa verkopen? Wel als een vrijstaand huis. De vraag is of het een villa is. Ik vind van wel. Ik vind prachtige woningen, allebei trouwens. Gefeliciteerd met uw prachtige woningen. Dank u. Maar ik was met u bezig, meneer Van Bunten. Ja, het feit bleef staan en ik noem het geen geschakeld huis. Nee. Maar dat is dan wel per makelaar verschillend, hè? En dan moet u deze nemen. Ja. We hebben met het kadaster zijn er metingen verricht. En er staat een flink stuk van een muur van de Leuvrink op het kadastrale perceel van Maasland. Nou heeft u gezegd, ze hoeven hem van mij niet te slopen. Nee. Ze mogen hem van me huren. Ja, zodat de erfscheiding altijd in je rechte lijn blijft. Ja, u zult zolang de erfafscheiding maar één rechtlijn mee. Ja, geen verjaring of iets dergelijks. Ja. Meneer Van Bentum, is het mogelijk om het te huren? Een huurconstructie verschaft juist minder duidelijkheid. En bij koop en verkoop en nieuw inmeten door de heren van het kadaster is daarmee wel een boel gewenste duidelijkheid voor eens en altijd georganiseerd. Dank u wel. U kunt naar carnaval. Wegwezen. Succes. Dank u wel. Succes met de uitspraak. Dank u. We moeten een aantal punten doornemen, want er ligt wel een eis of 10. We zijn begonnen bij een hekje aan de straatzijde. Wat hebben we daar gezien? Dat de uiterste paal van het hekje iets over de grens staat. Het laatste paaltje van het hek, zegt u, staat op grond van Maasland. Ja. Wat moet daarmee? Opschuiven, dat is het makkelijkst. Opschuiven? Ja, het paaltje gewoon verplaatsen, iets inkorten en op de E. Er zit een hek aan vast. Ja, maar dan kun je zo inkorten. Ja? Ja. Is dat een probleem? Geen probleem, maar het moet, dat moet. U beslist. Goed. De coniferenhaag. Er is een fraaie coniferenhaag. Heeft u zich een oordeel gevormd welke afstand die tot de perceelsgrens heeft? De stammetjes staan tegen de grens aan. Ja. Dus op eigen grond. Oké, en wat wilt u daarmee? Dan wil ik ze graag op de juiste hoogte hebben zoals het juridisch in de wet is voorgeschreven. Dan moet ik u even uit de droom helpen. De wet geeft voor de coniferenhaag in de voortuin geen hoogte aan. Dus daarom vroeg ik u, wat vindt u een prettige hoogte? Ik wens gewoon dat het gewoon op een meter hoogte is. Een meter? Ja, zodat we netjes weg kunnen kijken vanaf het terras. Wat vindt u daarvan? Jammer. Ja. Jammer, want ik hoef niet te zien wie er bij de buren naar binnen komt. Stukje privacy. Ja. Van beide kanten. Ja, waarom geeft u uw privacy zo makkelijk op? Nou, het is een hele mooie uitkijk om die kant heen te kijken waar de reetjes lopen. Oh, lopen daar de reetjes? Ja, om die kant. En de buurvrouw. En de late zon die gaat er. Nou, daarvoor doen we het niet hoor. Maar u vindt het geen probleem om uw buren meer te zien? Nee, dan zie ik ze hier wel. Goed, dan nemen we in gedachten een paar stappen verder en dan zijn we bij een bewuste carport. Meneer Van den Berg, wij hebben geconstateerd dat de kap 75 centimeter vanaf de kant van de muur overhangt boven het perceel van Maasland. En Maasland zegt, ik wil die overhang. Ja, verwijderen. En ik heb meneer Van den Berg gevraagd wat dat zou gaan kosten. Heeft u inmiddels... Ik heb even wat zitten rekenen. Het is heel ingrijpend, want je moet de constructie moet je wijzigen. Je moet een stuk terug met je daklijn. Dus dan moet je dakelementen inkorten, je moet je dakpannenlijnen veranderen. Je isolatiepanelen, alles moet je eigenlijk wijzigen. En ja, dat gaat bij elkaar, denk ik, toch wel iets van maar 20.000 tot 25.000 euro kosten. Hallo. Ja. Schrikt u daarvan? Ja. Hè? Dat dacht ik. Ja. Vindt u dat redelijk? Ja, op zich, als ik daar op mijn platte dak in de toekomst zonnepaneel wil toepassen, zeg maar, dan mis ik natuurlijk een heleboel vierkante meters qua lichtopbrengst. Dus en daarmee willen we wel graag dat die goed weggaat. Het gaat u ook voor de toekomst, hè? Juist. Ja. U denkt dat u de lange woont aan zij? Dat denk ik wel.
Ja, en u wilt de zaken regelen en ja, netjes op de schuur. Dat kun je in Noordzee. Kunnen ze niet zeggen? Nee. Nee. Gaan ze niet over? Nee, ja, je kunt nee. Van ja, wat Noordzee, daar ben ik wel. Ik hoor het wel. Ja. Ja, ik hoor dat hadden we met de vorige muren ook. Wat zei nou? Nee, ik was eigenlijk een slag daarvoor, zeg maar die zin ervan. U zei niet dat u hoopte, nee, wat dat dacht? Nee, hoe kun je dat nou weten? Ja, hoe lang wij daar gaan wonen, zeg maar. Ik hoop wel dat ik langer daar ga wonen, zeg maar. Dat hoopt hij. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed. Nee, dat maar niet met het idee dat jullie overlijden. Nee. Maar verhuizen of wat dan ook. Ja. Maar liever wel weggaan. Dat hebben ze niet gezegd. Dat zeg ik niet, dat zeg ik. Ja. Hoe gaat het nou, gewoon eigenlijk? Geen idee. Nee, maar tussen u. Ik zie natuurlijk heel veel buren. En dan denk je, waarom wonen die mensen nog naast elkaar? Maar we hebben geen ruzie met elkaar, hoor. En ik wil ook helemaal geen ruzie met de buren. Mooi. Tenminste, ik ben mij niet bewust van ruzie. Dat is toch, dat vind dus ik al heel erg fijn. Ik vind het fantastisch om te horen. Ja, waarom niet? U heeft helemaal geen ruzie met de buren. Nee, nou ja, in onze ogen was er ook niks aan de hand. Nee. Maar als je nou een stuk grond hebt van 1500 meter, ieders, en je gaat over een scheiding praten, u neemt maar woord, 2 man. Centimeter eroverheen is, waar ben je dan mee aan de gang? Daar is wel een beetje de puntjes op. Nee, het is dat jullie problemen hebben met onze kaapwatberging. En dat wij nu voor de toekomst gewoon alle zaken geregeld willen hebben qua erfsafscheiding. Anders zitten we hier volgend jaar weer. Ik heb mijn vragen afgewerkt. Meneer de burgemeester, ik wil u toch wel het laatste woord geven. Wat vindt u van de zaak? Nou ja, ik hoop altijd dat buren op een goede manier met elkaar omgaan. Ik ook. En ik hoop dat uw uitspraak er weer voor zorgt dat buren, zoals buren, eigenlijk horen met elkaar op een goede voet verder te leven. En ik heb er alle vertrouwen trouwens in. Ik hoop het ook. Ik ga erover nadenken en ik zie u terug in Slot Zeist. Ja? Wat zou de rijdende rechter, meester Reed, vinden van deze kwestie? Ik ben erg benieuwd wat zijn uitspraak is, want het is de eerste aflevering en er staat gelijk iets op het spel. Het gaat hier om eisen van tienduizenden euro's. Maar hoe dan ook, dringen de buren zich ook bij u op of gaan de buren over uw grenzen? Meld u zich dan nu aan. U kunt ons bellen of u kunt ons nu ook mailen via onze website en dan lossen wij het heel graag voor u op. En dan nu de uitspraak. Hier is de enige echte rijdende rechter, meester Reed. Uitspraak in de zaak Leuverink tegen Mazeland. Een klassiek burengeschil met een reeks aan typische burenkwesties. Uw tuinhekje staat net over de erfgrens heen. Mazeland willen dat ingekort hebben en dat mag. Een eigenaar hoeft geen inbreuk op zijn eigendomsrecht te dulden. De coniferenhaag. De regels voor de hoogte van schuttingen gelden niet voor coniferen en ze mogen dus blijven staan zoals ze staan. De muur. Uw zuidoostelijke buitenmuur overschrijdt de perceelsgrens van Mazeland met 12 centimeter. Ik zal het verzoek toewijzen tot het betalen van huur voor het gebruik van de grond onder de muur, maar voor een symbolisch bedrag van 1 euro per maand. De rieten kap van de schuur van Mazeland en de 2 bomen van Leuverink. U moet het dak van uw schuur inkorten totdat het niet meer over de erfgrens van Leuverink heen steekt. U zult de takken van de bomen die daarbij staan zodanig snoeien dat er geen takje over de rieten kap van Mazeland heen hangt. En dan de carport waarmee de zaak eigenlijk begonnen is. Uw carport, familie Mazeland, mag blijven staan. Hij staat op eigen grond. Uw belang om die muur te kunnen reinigen weegt niet op tegen het recht van de eigenaar om zijn grond naar eigen goeddunken in te richten. En dan de grote kwestie, de oversteek van het dak van Leuverink. Uw dak steekt 87 centimeter over de erfgrens van Mazeland heen. Dat is een forse en onrechtmatige inbreuk op het eigendomsrecht van uw buren. Ik ben mij ervan bewust dat dit een kostbare klus wordt, maar dat maakt mijn oordeel niet anders. Het dak moet worden ingekort tot de buitenmuur. Dat is mijn uitspraak en zo zit het. Nou, ja, meester Riet heeft stevig een uitspraak gedaan en dat zal bij u hard aankomen. Ja. Maar wat moet, dat moet. Daar hebben we voor gekozen. U gaat dat doen? Ja. U heeft er al ideeën over? Ja, want het hele dak gaat eraf. Het dak gaat eraf? Ja, het gaat er helemaal af.
Ik woon een hele andere woning. Een hele andere woning? Ja. U gaat uw hele woning afbreken? Ja, die wordt afgebroken en dan gaat die precies op de skatingleen. U gaat uw hele woning afbreken? Ja. Wij hadden het over 10.000 euro's, maar dit gaat... We hebben het over tonnen. Dat is dan pech, want je leeft maar één keer. Je leeft maar één keer. Nou, dit was De Rijdende Rechter. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Nou, gefeliciteerd, Monique. Dankjewel. Nee, joh. Proficiat. Nou, ik doe dat niet. Nee, hoeft ook niet. Ik heb ook geen belang erbij. Nee,